Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serp Gameplay. Is een nieuwe aflevering van Saw the Game. Ik heb een trui aan. Ik heb een trui aan. En hier is een. Ik ga proberen een draadje een keertje te dismantelen. Zo handig een keertje. Misschien een keer dat het niet eroverheen te lopen, Rick. Dat is een idee. Ah, fuck! Hoe de fuck werkt dit? PC is eroverheen lopen. Trap, dit is dat nou in één keer. Trap this arm. Ja, een beetje laat, Jigsaw. Nou ben ik al half dood, man. Hey, niet cool. Ik blijf ook schrikken. Ik heb daar helemaal niks met het geluid gedaan. Denk ik me opeens. Ik zal het geluid een beetje aanpassen, zo. Hoppakee. Bij mij is het een Ik hoor hier opeens een beetje van... Dat is niet zo leuk. Oh, hier waren we gebleven, ja. Met de televisies en zo. Wow, Rick, je hebt een trui aan. Holy shit. Oh, ja, Daniels kijkt natuurlijk via de stream. De stream staat nooit op privé, dus stel jij denkt... Hey, ik ga gewoon de hele dag op Rick's livestream kijken. Dikke previews van video's. Anton! Hey Anton, druk op de knop, Anton! Oké, wat gebeurt er, Anton? Wow, je bent niet dood gegaan? Anton! What the fuck? Ik snap het niet, want bij die elektrische deuren kan ik daar nog heen, maar ik kan ook rechtdoor en daar is Anton. En Anton heeft zojuist de switch voor me overgehaald, dat vind ik heel lief van Anton. Mag Anton? Wie mag Anton? Niemand mag Anton. Maar we kunnen Anton zometeen wel in een pap, ik hoop echt dat Anton in het zure gif gaat, dat zal wel cool zijn. Maar dan wel langzaam, hè? Dat hij heel langzaam naar beneden geduwd wordt. Net als in Saw 6, in Saw 3, dat die vrouw moet dan de hand in die zure pot steken voor dat sleuteltje. En dat sleuteltje los dan op en dan is het te laat. En dan... Oh nee, ze had het sleuteltje. Alleen toen had ze het losgemaakt, toen ging ze alsnog dood. Dat ging omdat Amanda, die was dan... spoiler! Dikke spoiler. Amanda wordt getraind om een nieuwe Jigsaw te worden. Alleen ze faalt als Jigsaw zijnde, want ze maakt traps die onmogelijk te winnen zijn. Ze doet het echt alleen om het moorden. Niet zoals ik. Ik doe het bijvoorbeeld alleen om ze te... En daarom gaat ze dood in Saw 3. Oh god! Spoiler! Maar trouwens, als je Saw nog niet hebt gezien tegen deze tijd, nou ja, dan verdien je het ook om gewoon niet te... Ik haat het als het bolte deuren zijn, want ik weet dat er binnenkort van die mannetjes komen met van die... Oh, hey, het is Alfred weer. Ik heb best wel zin dat jij weer wordt aangevallen door zo'n persoon die niet... Ik moet opeens rennen, wat? Oh nee, die man met de pistool is er weer. Gekke man met pistool. Oh, maak hem dood. Rick, je kan het. Maak hem dood. Pak hem. Hij schiet gewoon heel willekeurig zo. Bam. Hé, hey, Michael, deed dat pijn? Ja, schiet nog maar een keer. Hey, raakt hij überhaupt wel of niet? Nee, doe maar wat. Hij is de politieagent. Hey. Schiet hij nou momenteel op mij of niet? Ik heb geen idee waar hij heen schiet. Dat wil hij van me. Schiet hij überhaupt wel? Peak, L. Ik heb geen idee. Ik weet niet eens wat er aan de hand is. Ik heb toch ook een wapen bij me? Oh, nee, joh, je bent een knuppel. Ja, ik ga met een knuppel door het hek gaan slaan. Ik gooi hem. Gooi hem. Misschien raak je hem. Wat, ik snap het niet! Gewoon rennen, leef. Ren. Druk op een rondje en dan woes, rennen. Heel snel. Ja, ik rende niet. Ik liep gewoon heel rustig. Nee, hey, agent. Hey, lekker rustig. Gaat mee. If you're good at anticipating the human mind, it leaves nothing to chance. Ben je doodgegaan? Ja, hij ging dood. Hij schoot me neer. Wat een flauwe ook toch, hè? Je redt hem, en wat doet hij dan zo? Oh joh, ik maak ja, ik had hem nog gered ook, wat een klootzak! Ja. Echt waar, altijd die mensen zo. Die puzzel was al zo kut. Ik had hem beter gewoon niet kunnen redden inderdaad, Daniel. Jouw filosofie is echt handig in dit soort dingen. Red nooit iemand, red jezelf. Dan red je wel iemand technisch gezien. Maar... Ja, maar heel veel van die mensen die kunnen in Saw niet met zichzelf leven en zo. Niemand redden wel of zichzelf vinden, is vaak niet zo leuk. Ja, maar dat is hetzelfde, weet je, van... Mensen die zelfmoord willen gaan plegen, die dan gaat redden. Ja, mensen willen toch weer zelfmoord gaan plegen. Dan kan je ze net zo goed 10 mensen toch ook door laten gaan. Wat? Precies, ik ben het helemaal met mezelf eens. Waar moet ik heen rennen? Ik snap het niet. Kan je wel rennen? Gewoon rennen, joh. YOLO. R1 is rennen. Rennen. Ja, dat weet ik, alleen... Waar moet ik heen rennen? Gewoon helemaal naar de andere kant van de kamer. Ben je er al? Ik ga even een hypootje zetten. Heb ik die nog? Heb ik nog hypo's? Vast wel. Nee. Je hebt vast wel, man. Oké, waar de fuck ben ik? Oh, kijk, een medical cabinet. Die kan ik wel gebruiken momenteel, ja? Nee, joh. Dit had geen... Oh, hey, minigame. Leuk, man. Oh, nee, het is weer zo'n... Oh, nee, het is er weer zo een, hoor. Hoppakee. In drie zetten heb ik hem gewoon. Hoppakee. Ik loop nog een minuutje achter, dus ik zie het zo dadelijk heel eventjes. De kloekoekskleine is trots op me. Oké. Wat heb je gedaan, dan? Volgens mij is de deur in het begin open, dus ik moet weer terug, zeg maar. Schiet dan als je kan. Ga me Tony raken. Schat. Oh, wie is dat nou? Wie is die man? Die is die man die we gered. En voor mij heeft het te maken met dat hij heeft iets gedaan. Hij was involved in drugs of zo, drugshandel. Ach ja. En hij is bang dat als wij vrijkomen, dat wij hem dan gaan aangeven. Ja.
Dus gaat hij op ons schieten. En als we nu vrijkomen, dan gaan we extra aangifte doen, zeg maar. Ja, ik bedoel maar, de enige optie voor die man is, je weet wat ik ga zeggen, Rick. Je weet wat ik ga zeggen, toch? Nog meer oneindig kogels hebben en op mij blijven schieten. Zelfmoord is ook een optie voor hem. Ja, maar hij kan ook gewoon mij doodschieten, dat is ook een optie. Ja, maar dat is geen leuke... Maar nu moet jij eigenlijk rennen, ik snap er niks van. Gewoon altijd rennen, Rick. Wat kan er mis zijn? Ik snap het niet. Hoe kan het dat hij me raakt? Ik weet niet, ik loop nog heel veel achter. Heel veel. Next one goes in your head, en dat zullen we wel zien, Pipo. Oh, dat vind ik niet echt aardig om te zeggen. Zomaar door je hoofd heen schieten, pa. Of zo met wanneer hij schiet? Ik serieus, ik snap het niet. Volgens mij is het gewoon een beetje schil. Hij schiet in die keer eerst van twee, dus... Ja, ik snap het niet. Ik snap het niet. Maar als je steeds twee keer schiet, een piekje gewoon heeft, schiet die twee keer en ren je dan. Je hebt niet eens een piekje, je ziet hem gaan staan. Alleen ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet. Die witte mensen toch ook altijd, hè? Poeh! Racisten dat zijn, altijd die mensen. Ik snap het gewoon niet, Daniel! Ja, maar kan je niet bijvoorbeeld, zeg maar, ergens anders heen gaan? Nee! Weet je dat heel zeker? Nee! Heb je dat een keer geprobeerd, Rick? En waar moet ik dan heen? De andere kant. Er is geen andere kant, dat weet ik zeker. Kan je de deur niet gewoon openmaken? Ik moet dan naar die puzzel toe, ik moet eerst naar die puzzel toe. Oh, maar voor mij was het die deur, voor mij was wel een andere deur die open ging dat ik dacht dat er open ging. Ja, misschien moet je daar dan heen gaan. Dat is misschien een mogelijkheid. Ik stond even stil. Dat is niet zo goed. Dat is niet handig. En dan schiet hij op je, Rick. Oh, oké. Dan moet even die puzzel doen. Dat is extra moeilijk. Ja, want je weet totaal niet hoe het moet al. Nee. Ah, 69 kijkers. Ik had al meer moves nodig dan de vorige keer. Ik doe gewoon maar wat tot ik alle drie de lampjes aan zie staan. Dan, hey, dat is wel goed. Het gaat om de winst, Rick. Het maakt niet uit hoe je erbij komt. Nou, als het goed is, ik weet dus niet of hier de deur op... Oh, nee. Probeer het eens. Ja, dat is waar, hè. Mijn moeder zegt altijd, wie niet waagt, ja, die heeft niet gewaagd. En die wint ook niet. Nou, vooral niet gewaagd. Ja, ook. Oh, hier was de deur open, joh. Ik had gewoon verkeerd... Oh, hij gaat wel nog door met schieten. Kijk eens, zonder mij was je helemaal niks, man. Hij gaat wel nog door met schieten, hoor. Dat past maar op. Ja, mijn klootzak is het ook. Ik zou gewoon om plassen. Nou, doe gewoon postal mode, weet je, en dan plas gewoon over me heen. Ja, mensen, als je mijn postal serie nog niet hebt gezien, je bent waarschijnlijk faggot. Dan moet je kijken. Postal 2 is een heerlijk spel. Echt genieten. Fuck! Spuur genieten. Oké, ik heb het gehaald ongeveer. Ah, nice. Fucking, schiet hij nog steeds? Ik doe gewoon even de deur open. Oh, boem. Mijn eikel. Pew, 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 pew. Gaat hij nog steeds door, really? Come on. Ben je wel al bij een checkpoint gekomen, of niet? Nee. Checkpoint to the best. Misschien heb ik hier een checkpoint. Ik hoop het maar. Die fan begint verschrikkelijk irritant te worden, joh. Altijd die mensen die maar op je schieten, hè. Zo irritant dus. Zo vervelend. Onbeskoft. Ik hoor nog steeds de schoten van hem, echt leuk. Stop maar maakt niet uit, je bent nu weg. Maakt niet uit, helemaal geen dat hoop je. Wat? Kan ik hem niet doodmaken ofzo? Oh, laat een doos op hem vallen, met gifgas erin. Oh nee, scheetjes! Scheetjes? Deed we de vorige keer, niet we de vorige keer ook niet een doos met gifgas op hem vallen? Nee. Dat begint wel een beetje een achterbaks trucje te worden, weet je. Oh, laat je nou weer een doos met gifgas op me vallen, really, Michael? Hey, een velf. Wacht, dat heb ik helemaal niet gezien. Daniel, we hebben de tweede velf gevonden. Half-Life 2 confirmed. Wacht, ik ben eventjes kijken. Oh ja, voor de scheetjes. Oké, dat hebben we nog niet gezien hoor, Rick. Dat kan ik. Maar ik maak juist een grap. We hebben een velf gevonden. Half-Life 2 confirmed. Hey, mensen maken altijd van die grappen. Van, oh, ik zie twee mensen in deze foto. 2 plus 1 is 3. Half-Life 3 confirmed, weet je al. Oh, ja, echt van zo'n Illuminati dingetjes zijn. Het is altijd leuk, toch? Oké, we zijn weer bij Anton. Keep the ass away from me. Anton. Oh, even niet doodgaan. Hoppakee. Ik vind dat we dood moeten maken. Cool. Of we deze man redden is een result of hoe we de acid gaan sturen. Oftewel, we kunnen hem doodmaken, sowieso. Hij hoeft niet dood te gaan, maar we kunnen... Sowieso, het is een must. Daniel is erbij. Ik ben niet sadistisch, iedereen weet het onderhand. Oh, ik heb hem per ongeluk vrijgelaten, denk ik. Rick, herlaat. Het moet. Herlaat, Rick. Nee, ik had die asset graag over hem heen gegooid eigenlijk. Hoef je maar op één knop te drukken. Gewoon even laden, Rick. Gewoon eventjes zo van, hey, laden, lol. Ja, maar ik weet niet of het nou de bedoeling is die dood, ik snap het niet. Doe het, Rick. Herlaat het punt. Hij moet dood. Wat dood? Dus je hebt het gewoon gedaan, of niet? Wat, nee.
We hadden gewoon een stukje van iemand die zei... Oh, nee, nee, wacht, nee, 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 laat maar. Klopt niet. Kan je hem niet gewoon erin duwen? Even kijken wat Anton gedaan heeft. Hij was een mercenary for hire. Wat is het ook alweer? Mercenary for hire. Dat je iemand kan inhuren om mensen dood te laten gaan. Dat is gewoon een humor naar. Ja. Oh, en hij maakte mensen dood door zuren in hun gezicht te gooien. Dan heb ik al een idee wat er met hem gaat gebeuren. Nou, maar hij is nu aan het bidden. We hebben hem vrijgelaten. Maar Rick, oh. Ja, ik weet, hij moet dood. Sorry, Anton. Dude, oh. Weet je wat hij trouwens aan het doen is? Hij is aan het bidden. Pff, Anton. En net op de dag dat je ruzie maakt. Vind ik wel een beetje hypocriet. Eerst gaat hij heel veel mensen doodmaken. En dan is hij in één keer christelijk hoor. Anton, nou, ook niet per se christelijk zijn. Maar weet je. Ja, maar iedere religie is een beetje van. Maak geen mensen dood. En dan maak je dat wel, maak je ze wel dood. En ben je nog religieus. Ja, maar dat is het punt van geloven. Het is persoonlijk. Iedereen gelooft zijn eigen ding erin. Ik bedoel, van als je kijkt, die dude. Anders, weet je wel. In Noorwegen. Die was ook christelijk. Die had iets van 5. Die had iets van 90 kinderen doodgeschoten. Die was christelijk, echt serieus. Had hij 90 kinderen doodgeschoten? Really? Zoiets in Noorwegen. In oh, Daniel, dat ga je leuk vinden. Deze man zijn hoofd is opgelost in een zuurtje. Oeh. Oh, dit is wel prachtig. Dit is een beetje. Dit is wel een beetje gezellig eigenlijk. Beetje genieten is het wel, hè? Beetje wel. Ik ga me wel beetje. wat zijn test was. Ziet wij dus een moeilijke namelijk. Nou, zijn test was: hij moet er staan totdat jij dat ding draait en dan gaat hij dood. Ach ja, Jigsaw, ik vind het wel knap dat Jigsaw al die mensen gevangen neemt en zo. Hij stopt er wel moeite in, weet je wel. Hij vindt het wel leuk om te doen, denk ik. Hij doet moeite voor zijn werk. Net als met YouTube, shit. Zeg al dat je moet gewoon doen wat je leuk vindt, weet je wel. Ja, Jigsaw doet gewoon zijn ding. Hij doet wat hij leuk is. Alleen neemt hij niet op en plaatst het op YouTube. Zou leuk wat zijn. Wat hij wel zou moeten hey, doen. Hey mensen, welkom bij een nieuwe afslagvlog. we hadden genoeg groene duimpjes, dus ik dacht ik maak er nog één. Welkom bij de nieuwe serie. We maken vandaag deze persoon dood. Yay! Hij vond het zelf niet erg, zei hij, dus dat is mooi. Zijn ouders zeiden het mag best wel. Hij toch een 1 voor zijn proefwerk, weet je wel. Ja, ja, true story. Oh, we hebben hem bijna, joh. Gaat goed. Ik ben met het gele ding bij je, met zo'n puzzeltje. Yay! Ik vind die puzzeltje met dat gele en dat groene lijntje vind ik wel leuk. Ja, het is dus wat anders. Het probleem met die normale circuitboardjes, je moet ieder blokje goed hebben. En hier hoef je kun je ook gewoon de helft van de blokjes gewoon laten staan, zo van I don't care. I don't even give a fuck. En die puzzels lossen vaak zichzelf op. Dan kut je een beetje rond en dan zie je oh zo en dan ben je klaar. Oh Rick, zoiets mag je niet zeggen. Mag niet schelden in video's. Sorry, ik zei niet kut. Ik bedoelde vleesje. Oké, okay, dat is dan is het beter. Wat heb ik gedaan? Oh, je waren met die lift bezig. Ze hadden een vrouwtje vast aan die lift of zo. Die werd uit elkaar getrokken. Wat? Wat? Dat was het of was het gewoon de trailer? Want ik weet dat het in de trailer zo was. Was een vrouw die zat aan een lift vast. Zo met de arm en been. En dan ging die lift naar beneden en werd ze uit elkaar getrokken. Dat mag ik heel even toegeven, dat heb ik nog niet gezien. Dat wil was, ik graag zien. Dat was met de trailer die ze echt in 2009 hadden gereleased van deze game. Mhm. Hey, iemand praat met mij. Wie? De vrouw? Is dat een vrouw? Die oh nee, twee maken. Mensen. Wat was elkaar in de hersens inslaan, sowieso, moet je zien. Oh ja, dat is leuk. Even dat vind ik wel altijd leuk, hè? Fine, you fucking junkie. Oh, ze gaan samen weg. Maar welke zo was dat nog eens waarmee ze beginnen? En die ene is dan blind en de ander kan niet praten. Volgens mij was dat zo... We gaan gewoon alle zaal beginnen af. De eerste zaal is die man. Wat is de eerste? Hoe begint de eerste zaal ook alweer? Dat ze dat die wakker worden in het bad. In de. Nee, maar ze beginnen toch vaak. Die begon ook met een. Nee, proef, hij wordt toch? Wakker in het bad. Nee, ze begint. De eerste scène is dat hij wakker wordt in het bad. Oh, bij 2 zit in ieder geval die Venus Flytrap. Die man met die hele grote berenklauw ding. Trap op zijn hoofd. Dat weet ik wel. Ja. En bij 3 beginnen ze met. Hoe beginnen ze ook weer bij 3? Volgens mij is dat deel 3 dat zo begint, dat hij zo blind is. Nee, 3 begint met die man met al die haken in zijn lichaam in het klaslokaal. Ken je die nog? Nee. Jawel, dat is zeker 3. Dat is zeker. Dat is maar ergens midden in de film. Nee, die man met haken in zijn lichaam was 3. Dat is het begin van 3. Weet ik zeker. Yay, ik ben hier best goed in. Oh, ik ga het gewoon even op YouTube zoeken, weet je. Ik ga het gewoon doen. Sal 5, maar voor mij was het Sal 5. Sal 6 begint met. Maar het is in ieder geval een heel leuk idee, want het was dus voor de mensen die niet alle Sal-films kijken, zijn er best wel tussen, denk ik. Die dit al gruesome genoeg vinden. Het hele begin van Sal 5 was zeg maar. Eén man was blind. En die kon dus niks zien. De andere man die had zijn ogen open, maar die kon niet praten, want zijn mond was dichtgenaaid. En wat ze dus hadden, het was een heel groot. Was er een ravijn in het midden of zo tussenin? Nee, dat kon wel bij Dat was zo'n ketting. Een hele grote zaag in het midden of zo, toch? Nee, dat was zo'n ketting aan. En daar was inderdaad iets aan waardoor ze doodgingen. Er was iets in het midden waardoor ze doodgingen. En ze zaten allebei aan de andere kant van de kamer. En ze waren met een ketting verbonden. Dus als de ene aan die ketting trok, kwam de ander dichter bij dat ding. Alleen die ene persoon zag dus van, die kon zien, hé, we moeten samenwerken. Alleen hij kon het niet zeggen, want zijn mond zat dicht. En die andere vent kon wel praten.
Alleen die begreep helemaal niet wat er gebeurde. Dus dat is heel kut. Als jij die persoon maar niet kan zien, dan weet je wat er gaat gebeuren. Alleen je kan er niks tegen doen. Alleen wat je dan wel kan doen, weet je. Je kan jezelf opofferen en gewoon pijnlijk... Nee, maar die ene met de ogen sloeg voor mij die andere in elkaar. En toen, ik weet niet, voor mij leeft een van de twee. Maar meestal in het begin zijn, gaat ze wel dood. Die andere ging dood, omdat hij me met zo'n breekijzer een klein beetje dood had gemaakt. Een heel klein beetje. Ik vond het begin van Saw 7 vond ik zo vet. Dat ze in die publiekelijke kist, weet je wel. Oh, dat was geniet. Wat ik zo geweldig eraan vond, iedereen aan het filmen was. Van, hey kijk, dit ga ik op YouTube zetten. En er waren inderdaad heel veel mensen aan het filmen. Als het in het echte leven zou gebeuren, zou dat waarschijnlijk ook zo zijn. Hoor, dat mensen zouden filmen. Dat vond ik wel echt fijn. Dat was heel realistisch. Stond dus midden op een plein, stond een keer zo'n kist waar normaal van die posters op zitten. En er zaten in één keer dan drie mensen in. Mm-hmm. Twee mannen, twee en allebei een relatie met dezelfde vrouw, en dan die vrouw. En dan verder ze verteld, die hing boven aan het plafond, ja, en daar middenin was een zaag. Die twee jongens zaten dus allebei met een zaag, en het was zo van, ja, die zaag moet bij een van de drie mensen moest dood, zeg maar. En die twee jongens konden dan samen die zaag duwen naar elkaar toe. En de meisje, als ze hem gewoon in het midden hielden, ging die vrouw dood. En ten eerste wouden ze elkaar doodmaken, maar dat is iets van, ja, hou je van me, zij zei tegen één. Dat meisje was de hele tijd op de winnende aan het inspelen. Ja, zo van, ja, ik hou van jou, ik hou van jou. Doe het toch alleen maar voor de piemel. Dan zeggen ze van, ja, dan mag jij ook wel door. En dan zo van, je houdt van mij toch als die één aan het winnen was. Ja, ik hou van jou. En dan zei die, nee, je houdt van mij toch als die aan het winnen was. Ja, ik hou van jou. Zei ze, naast, is het niet waard? Dan hebben ze er samen doodgemaakt. Vond ik echt heel awesome. Volgens mij, Daniel, ik weet niet hoeveel jij weet van draaiende explosieven. Maar voor mij zijn dit explosieven die draaien. Ik zou er tegenaan lopen als ik jou was. Gewoon proberen. Toch? Kan niks mis mee. Wat kan er fout gaan, Rick? Wat kan dit was niet zo moeilijk. Wat is er gebeurd? X marks the spot. X marks the spot. Dat zegt hij zo vaak. Je bent zo onorigineel, Jigsaw. Oh, ben je Minecraft let's player? Oh! Oh! Oké, nou, we moeten dus twee dingetjes naar de overkant. Oh, ik zie het al. Ja, je moet die dingetjes duwen en die explosieven die ga je proberen een klein tikje te geven, denk ik. Ik zou er tegenaan lopen als ik jou eens. Kijk, wat kan er fout gaan? Letterlijk. Wat kan er fout gaan? Ja, true. Behalve dat je misschien doodgaat en ploft, maar... Ploft. Ploep. Ontploft. Oh, maar dit is best wel kut hoor. Je ziet heel slecht diepte namelijk hierin. Nou, je moet het karretje naar de overkant duwen natuurlijk. Waar is het karretje dan? Kut! Ik ga weg! Oh. Ren! Oh, oké. Ik zie het. Oh nee, ik raakte hem niet. Kut. Ren, Rick, duwen! Kut! Oké, ik heb de eerste in ieder geval. Nice man, goed gedaan. Tenminste, ja, er staat X-Marks. Ik denk dat dit wel goed is. Ziet er wel goed uit. Wat kan... Tuurlijk, je moet daar gewoon dat tegenaan drammen. En dan zal het vast wel goed. La circus orgie, circus orgie. En het probleem is, je ziet heel slecht diepte. Je ziet heel slecht of je nou op één lijn zit met het slingertje of niet. Nou, echt slecht diepte. Zal ik je ogen laten? Nee, je hebt gelijk, ik zie echt slecht. Laat maar. Ik heb het gehaald, denk ik. Tenminste, als dit de bedoeling was. Je hebt nu bijna de eerste op mijn beeld. Maar wat als je zo'n karretje laat staan op de plek waar die explosieven afgaan en dan gewoon heel snel wegrent? Nou, ik denk niet dat het zo'n goed idee is om eerlijk te zijn. Nee, maar bedoel, misschien zou je dan overleven of zit die explosie dusdanig? Het is niet een heel groot pakje explosieven of zo. Ja, maar het is wel zo, hè? Het is wel zo, ja. Waarschijnlijk overleef je het niet, alleen het zou wel een beetje buggy zijn. Nou, we hebben het in ieder geval gehaald. Heel klein beetje. Nice, man. We have made it. We de video moeten afsluiten nu, of niet? We zijn al 18 minuten bezig. Ja, ik had zo'n lol. Oh, dat was een... Oh, nee. Er zit wat in mijn keeltje. Het is een gifgas. Oh, nee. Ik ga even dood, joh, YOLO. Ik vind het steeds raar dat mensen, die boeren die ik heel soms gewoon zacht laten, dat ze dat hard vinden. Wat? Ja, het is een kamer met gifgas, maar je kan er voor mij doorheen. Ja, je moet gewoon heel snel zijn. Het kan niet anders. Ik zou gewoon doorheen. Iemand thuis? Adem het in. Is het hetzelfde als dat je een hond op je camera hebt zitten en die laat een scheet, Rick? Dan moet je ook gewoon erin blijven. Serieus, wat gifgas, doe ik? Gifgas, hondenpoep, salade. Gewoon de trap op? What? I don't know. I don't care. Gewoon doorlopen. Wat kan er fout gaan? Niks. That's true. Maar gaan we nog eentje opnemen of niet? Ja, we gaan nog eentje opnemen. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet even te liken als je hem leuk vond. Volgende aflevering zijn we terug met meer groene scheten. Bedankt voor het kijken. Spitter. Geef een groene scheet, duim. Als je de video leuk vond. En dan zie je bij de volgende aflevering van Saw the Game. Tot de volgende aflevering. Doei! Doei.